is mij vaak gevraagd om een video te maken en daarin mijn bloemspullen te laten zien. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga beginnen met mijn eerste doos met elastiekjes. Ik zal hem even open doen. Ik begin hier bovenaan. Hier zitten CNS-clipjes in en ook een paar hele vreemde sluitingjes. Ik weet niet wat het zijn. En hier zit het ook in, allemaal CNS-clipjes. In dit pakje zitten jelly blauwe elastiekjes in. Daar heb ik niet heel veel van. Hier zitten paars, rood, zilver. Hier zit neonroze, lichtblauw, oranje, een beetje felblauw, fel donkerblauwachtig. Hier zit neonoranje, turquoise, wit en hier zit een mix met donkerrood, ronsachtig. Een paar elastiekjes, een paar soorten kleuren. En hiernaast zitten HEMA elastiekjes. Zitten hierin, daar heb ik niet heel veel meer van. Daar heb ik al veel van gebruikt. En die heb ik gewoon in een mix, als een mix in een vakje gestopt. Hier heb ik groene elastiekjes. Hier jelly geel. En hier heb ik jelly paars en daar ligt roze. En doe weer even dicht. En deze doos kun je omdraaien. En dit ziet er heel rommelig uit, de achterkant. Maar, oh sorry. Ik zal de achterkant ook even voor jullie open doen. En dan zal ik even beginnen met wat haaknaalden en zo die hierin zitten. Allereerst de metalen haaknaald met een mini loom. En hier heb ik ook een metalen haaknaald. Hier heb ik een plastic haaknaald met een mini loom. En als laatste nog een haaknaald. En hier zit een klein deel van mijn arm aan. En hier zit er nog een haaknaald met twee haakgrippen op de haak. Heel vreemd, maar ja. Hier heb ik nog een haaknaald, nog een kleine extra haaknaaldjes. En even wat stukjes in de goede bak doen. Zo. Hier heb ik een vakje en er zitten grote C-clips in van een monstertail. En een klein soort armbandje met regenboogkleuren. Zodat ik de regenboogkleuren weet, maar dit is al van heel lang geleden. Ik heb nu alweer veel mooiere kleuren. Dus ja, en dit zijn grote C-clips. Dit is een... er zitten allemaal elastiekjes omheen. Dit is een donut die ik een keer heb gemaakt. Heel cool vind ik zelf. En die leg ik ook even aan de kant. Hier heb ik... en dit is allemaal een beetje door elkaar. Maar hier heb ik doorzichtig. Zwart, lichtbruin, donkerbruin, mintgroen. Hier zit geel in. Daar heb ik niet heel veel meer van. Hier heb ik een beetje zalmachtig. En dit is wit. En nu zie je het verschil wel. Er zit wel verschil tussen. Die zalm is wel best wel mooi. Nou ja, het is niet heel duidelijk, maar je ziet zo wel een beetje verschil. En hier zitten nog wat overige dingen in. Zo, alles erin. Dus deze doos kan dicht. Dan ga ik verder met allemaal kleine doosjes. Ik heb een heleboel van dit soort kleine doosjes. En daar heb ik ook elastiekjes in. Zoals deze zit blauw-paars in. En de volgende zit een soort lichtroze in. En hier zit lichtblauw. Hier nog een doosje en er zit een lichtroze in, een andere soort lichtroze. En hier heb ik een doosje en daar heb ik een labeltje opgeplakt, Rainbow Loom elastiekjes.
Ik koop zelf geen elastiekjes van Rainbow Loom, dat vind ik te duur. Maar dit is van de Monster Tail en ik heb dat gewoon als een mix in dit pakje gestopt. En ik vind dat hele mooie kleuren. En dat zijn gewoon regenboogkleuren en wit en zwart. En dan het volgende doosje. Daar zit echt neongeel in, echt heel fel. En ja. In sommige doosjes zitten 600 en in andere 300. Hangt er vanaf hoeveel in het zakje zaten. En in dit volgende doosje zit donkergrijs. Ik wou al een keer de donkergrijs van Rainbow Loom kopen. Maar ja, dat kost wel 5 euro en die heb ik niet hier in de, bij de winkels kunnen vinden. Dus die heb ik maar. En bestellen, dat is ook wel een beetje duur. Dus alleen toen vond ik dus die grijs. Daar was ik wel erg blij mee. In dit doosje zitten donkerblauw. En het volgende doosje zit heel erg lila paars in. En het volgende doosje, er zijn er echt een heleboel. Ik wil eerst nog zo'n doos kopen, maar die heb ik niet meer kunnen vinden. Dus toen had ik kleine bakjes gedaan. En dit is nog wat neongroen. En dit is niet felroze, maar wel een mooie donkerroze. Dat waren alle kleine doosjes. Nu ga ik verder. Ik heb hier nog een doosje. En hier heb ik zo zulke elastiekjes in. En er zitten ook per ongeluk wat witte door. Maar deze elastiekjes dus. En hier nog een zakje van Loom Bands Colorful. Nou, er zitten ook wat elastiekjes in. Nog niet echt ergens in gedaan. En nu verder met mijn looms. Ik heb een Rainbow Loom. Een Monster Tail. En ik heb een Fun Loom. Oh, zit een elastiekje op. De Rainbow Loom. Ik had als allereerst had ik een Fun Loom gekocht. Ik dacht dat je altijd alles kon verstellen. Dus ik dacht gewoon, dan zou het deze ook al kunnen. Maar ja, toen was het nog niet zo handig. En toen heb ik dus gemerkt dat deze dus niet versteld kan worden. Toen heb ik daarna nog een andere, zo'n soort van Magic Loom-achtig. Die heb ik niet meer, want die was helemaal kapot gegaan. En toen dacht ik weet wat ik moet doen. Ik moet toch maar een echte Rainbow Loom gaan kopen. Dus dat heb ik gedaan. En nu laatst nog. Hebben jullie wel in mijn review kunnen zien, heb ik ook de Monster Tail gekocht. En dat waren al mijn loomspullen volgens mij al wel weer. En dit was de video, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.